Tegen 3:30 vanmiddag is er een kleine brand uitgebroken in de houtsilo bij Van Keulen Interieurbouw op industrieterrein Het Lochter. Tijdens werkzaamheden zijn er vonken overgesprongen in de silo. Deze zorgden ervoor dat de houtsnippers in de silo zijn gaan gloeien. De brandweer heeft vanaf die tijd continu de temperatuur gemeten in de silo en er is besloten om specialisten in te schakelen om de houtsnippers te doven. Dit werk gaat nog enige tijd in beslag nemen. Er zijn geen gewonden gevallen.